De Surinaamse bank zal ook dit jaar met verlies afsluiten. Dit is een van de redenen waarom de bank nieuwe aandelen zal uitgeven. In de projecties die opgenomen zijn in het prospectus van de aandelenemissie is duidelijk te merken dat naarmate de tijd vordert het vele malen beter zal gaan met de DSB als we kijken naar het netto resultaat. Dit heeft DSB-directeur Henna Liuhi-Gonesh in een persbriefing aangegeven. Wat we in ieder geval wel met de nodige comfort reeds kunnen zeggen, is dat de verbetertrajecten die we hebben ingezet, de positie van de Surinaamse bank, dus nu al één is die sterker is dan begin 2017. Vandaar dus ook de stap. We hebben dus op eigen kracht door verbeteren van de kredietportefeuille, hebben we de nodige stappen gezet in het bereiken van betere ratio's om dus te voldoen, sneller te kunnen voldoen aan de kapitaalratio's en de vereisten van de centrale bank, is dus de volgende stap de aandelenemissie. Hiermee beogen wij het eigen vermogen van de bank te versterken. Wat we tot nu toe gedaan hebben is geprobeerd op eigen kracht. Als je daarnaar kijkt in de tijd zal het iets langer duren om de gestelde normen te realiseren. Maar met een beoogde minimale solvabiliteitsratio waar we naar streven per ultimo 2018 zal deze aandelenemissie ons dus helpen om dat versneld te bereiken. De bank streeft naar het binnenhalen van 221 miljoen SRD. De inschrijfperiode loopt tot 20 november en de toewijzing vindt plaats 3 werkdagen nadat de inschrijving is afgesloten. Het gaat in deze om een openbare aandelenemissie. Liuhi wijst erop dat de bank sinds 2017 een herstelplan heeft ingezet, hetgeen geleidelijk aan vordert. Ondanks de geleden verliezen is er volgens de directeur nog steeds vertrouwen in de Surinaamse bank. Als we kijken naar onze loyale klanten die nog steeds met ons bankieren. En als we praten over vertrouwen is het ook wel belangrijk om te vermelden dat het succes van deze aandelenemissie is gegarandeerd. En als we praten over vertrouwen wil ik dus ook aangeven dat Assuria NV een garantstelling heeft gegeven voor een bedrag van 170 miljoen SRD. 170 miljoen SRD op basis van het vertrouwen wat ze hebben in de Surinaamse bank om ons te helpen als bank om ons eigen vermogen versneld te versterken. En natuurlijk gaat men zich afvragen waarom doet Assuria dan? Waarom heeft Assuria zo'n garantstelling? Assuria als grootste aandeelhouder ziet uiteraard het belang in dat het goed komt met de Surinaamse bank. En het belang is zo groot dat zij dus zich hebben gecommitteerd om deze stap te doen. Assuria zal na de aandelenemissie 50% van haar aandelen afstoten naar een buitenlandse financiële instelling. Ze zal dit doen omdat ze niet een te groot belang wil behouden in de bank. Aldus DSB-directeur Henna Liuhi-Gonesh tijdens een persbriefing over de nieuwe aandelen die de bank heeft uitgezet.